Katrien Schrijvers van CD&V bij mij in de studio. Welkom. 1 op de 10 kinderen op internaat is geplaatst door de jeugdrechter. Waarom is dat? Wel, sommige kinderen die hebben een bepaalde vorm van opvang nodig, kunnen niet thuis verblijven. En dan kan ook de plaatsing op een internaat een heel goede oplossing zijn. Hè. Voor sommige kinderen kan dat echt een warme, thuisvervangende situatie opleveren in plaats van in een andere jeugdinstelling. En dat zijn berichten die we onlangs lazen in de pers. Hè. Men zegde dat het cijfer stijgende was. Ik heb dat vanmiddag gevraagd aan minister Van Deurzen. En hij heeft gezegd dat er nazicht is gedaan van alle cijfers. En dat tegenover 2010, dat er toen ook al 1000 jongeren op internaat verbleven die waren geplaatst door de jeugdrechter daar. En dat aantal momenteel nog quasi gelijk is. Dus het ging in de persbericht over 950-tal. Het is wel van belang, denk ik, dat dat wordt gemonitord ook naar de toekomst toe. Want het kreeg natuurlijk een negatieve reacties of negatieve reflex, maar dat hoeft steeds absoluut niet zo te zijn. Want kinderen zoals kunnen ik al er zeggen, inderdaad, kan dat inderdaad ook een goede oplossing zijn voor heel wat kinderen. Kinderen kunnen rust en structuur vinden, inderdaad, zegt u. Inderdaad. Maar langs de andere kant zijn er ook wel kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Dat kunnen we toch niet verwachten van een internaat dat ze voor die zorg instaan. We hoorden inderdaad reacties vanuit de internaten zelf van we zien dat veel kinderen hier ook echt openbloeien, dat het goed is. Maar sommige kinderen hebben meer zorg nodig en die kunnen wij in het internaat niet altijd bieden. En dat was natuurlijk mee ook de insteek van de vraag aan minister Van Deurzen vanmiddag om dan te weten te komen op welke manier kunnen die internaten waar kinderen geplaatst worden door de jeugdrechter, hoe kunnen die nodige ondersteuning krijgen in die zorg. En de minister heeft daar duidelijk verwezen naar een aantal mogelijkheden van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bijvoorbeeld, waarop ook kinderen die verblijven in een internaat beroep moeten kunnen doen. Ik denk dan aan de ondersteuning door psychologen in de eerste lijn psychologische functie, naar één gezin, één plan, naar contextbegeleiding, wanneer een kind bijvoorbeeld geplaatst wordt vanuit een verontrustende thuissituatie, dat door de week een verblijf op een internaat kan georganiseerd worden, maar voor de weekend er thuisbegeleiding kan zijn. Ik denk ook aan combinaties met pleegzorg. Ik heb destijds, toen we het decreet pleegzorg opmaakten, heel wat gesprekken gehad, onder meer met pleegouders, met pleegzorgdiensten. En dan bleek dat bepaalde kinderen, dat daar goed ook voor is om in de week op een internaat te verblijven, of dat de opvang te zwaar is voor een pleeggezin, maar dat die graag hun deur willen openzetten gedurende het weekend. En dan is het wel van belang dat het niet of het internaat of pleegzorg is, maar dat die verschillende combinatiemogelijkheden er zijn. En de minister heeft dat bevestigd en ook gezegd dat men dat gaat monitoren in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt. En ik ben daar alvast heel positief tegenover. Staan er ook middelen tegenover? Want de onderwijskoepels zelf, die trekken aan de alarmbel. Ze zeggen, per opvoeder zijn er nu 20 leerlingen. Ja, het gaat dan over de middelen van onderwijs waar u naar verwijst. Waar ik naar verwees, dat gaat dan over de middelen van het welzijn. En die combinatie moet natuurlijk... Maar het zit wel op het snijvlak van onderwijs. Zit op het snijvlak en die combinatie moet er natuurlijk zijn. Maar omdat de CLB's natuurlijk actief zijn binnen de onderwijssector, en de minister heeft daar ook naar verwezen, kunnen zij natuurlijk ook de link goed maken met welzijn. En is het mogelijk, de minister heeft dat ook bevestigd, dat bijvoorbeeld die eerste lijn psychologische functie mee wordt ingeschakeld binnen die internaten. Dus dat er ook middelen vanuit welzijn, ook vanuit één gezin, één plan, dat die mee worden ingezet binnen die internaten voor die jongeren die daar verblijven. Ja, die worden mee ingezet, zegt u. Gebeurt dat nu al of is dat toekomstmuziek? Één gezin, één plan en die eerste lijn psychologische functie is relatief nieuw. Dus dat staat in zijn kinderschoenen en dat zal naar de toekomst toe zeker uitgebreid worden. Ja, want er is nood aan. Want er is nood aan en zoals ik begonnen ben, het moet niet negatief bekeken worden. Voor heel wat kinderen kan het een goede oplossing zijn om hen structuur te geven, om hen geborgenheid te geven. En dan moeten we die internaten daar op een goede manier in ondersteunen. De toekomst van die kinderen, dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar de reden waarom die kinderen worden geplaatst op internaten is natuurlijk wel omdat er niet voldoende plaatsen zijn binnen bijzondere jeugdzorg. Nee, dat mag je zeker niet veralgemenen. Het is enerzijds vaak een
bewuste keuze van de jeugdrechter, van voor dat kind zou het goed zijn dat het door de week op internaat verblijft om het structuur te geven en dan kan het in het weekend gewoon naar huis, eventueel met bepaalde ondersteuning of kan het naar een pleeggezin. Jeugdrechters zeggen ook wel dat het soms is inderdaad omwille van nood aan plaatsen binnen de jeugdhulp, maar je mag je zeker niet veralgemenen. En ja, er wordt aan gewerkt, hè, aan plekken in de jeugdhulp, ook aan die thuisondersteuning, die rechtstreeks toegankelijke hulp. En wij hebben hier in het parlement ook nog een resolutie neergelegd die de volgende weken nog zal behandeld worden om een meerjarenplanning op te maken voor de jeugdhulp in functie van de noden die de jeugdhulp heeft. Dus het groeipad zal verder gezet moeten worden. Want het blijft wel een pijnpunt, hè, die wachtlijsten. Ja, wachtlijsten zijn natuurlijk een pijnpunt. Er is heel sterk ingezet op bijkomende middelen, bijkomende plaatsen, rechtstreeks toegankelijke hulp, preventie. Dus zo laag mogelijk, zo vroeg mogelijk ook hulpverlening inschakelen. Maar er blijven noden. Hè. Alle noden zijn niet gelenigd. Dat gaan wij absoluut niet ontkennen. Vandaar dat er een groeipad nodig is naar de toekomst. En daarvoor hebben wij een resolutie neergelegd. Oké, dankjewel, Katrien Schrijvers. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.